Hij is een Luniac. Hij is een Luniac. Good morning. Dan dat je single bent en alleen woont. Ja. Nah. Een open back. Een beetje zo, Franse slagje, een beetje zo voor de tweede keer gedaan. Een goede vraag. Hey, een mukbang! Oh my god, joe. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Sun and shine. Ik heb lekker net twee lessen gegeven, het is maandagochtend. En het blijft raar om in zo'n café-achtige buurt 's ochtends te lopen. Dat je dan ook gaat sporten. Ik voel echt alsof ik een soort van naar een after toe ga of van een after terugkom of zo. Het voelt heel grappig. Dan denk ik, excuse me. Gewoon een duif bijna in mijn gezicht. Maar dan kijk ik naar Café Bolle Jan en niet dat ik daar altijd heen ging. Feestcafé. Dat is gewoon nu allemaal dicht. Ik vind dat gewoon zo sneu, zo zielig. Ik hoop echt dat ze gewoon echt geen lockdown meer hebben, want ik word gek als dat gaat gebeuren. Oké, nou, ik ga nu snel naar huis en Elise die komt zo naar mij toe. Die zat net al in mijn les. En dan gaan we gezellig samen zijn vandaag. Ik ben aangekomen in huize Luniac. Hi! Huize Luniac? Huize Luniac. Luniac, Luniac. En Elise heeft heerlijk gekookt. Zo, ik wil een klein beetje curry. Heel klein beetje zeep op je brood. Inderdaad. Hou jij er nou wel of niet van? Ja, ik vind het. Ja. Koriander, ik hield er nooit van. Maar nu kan ik het dus steeds meer een beetje waarderen. Ben je niet trots, hé? Ja, heel trots. Ja, maar hoe kan dat? Ja, want Elise die neemt gewoon een berg curry. Ja, er is helaas niet genoeg, zeg maar. Anders had ik... Normaal neem ik al het hele pak. Maar hoe kan dat? Het is toch gewoon of je vindt het lekker of je vindt het naar zeep smaken? Nou, dat is dus niet zo. Oh. Kan je jawel, aan? Want je vond het altijd mogelijk en nu vind je het dus opeens lekker. Dus ja, maar ik vind het niet zo lekker als jij. Zal ik hier zitten? Ja. Kijk, die stoeltjes. Zo lief. Oh, nou we gaan lekker eten en daarna gaan we lekker undercover kijken. Want het is nu maandag, maar we hebben het dus allemaal bewaard. Zodat we het vandaag... Ja, zo lief. Want anders had ik het in mijn eentje moeten kijken. Ja, dit is veel gezelliger. Ja. Here we go, undercover. Hallo. Good morning. Hi jongens. Hallo. Gaan we zo lekker lunchen? Ja, hè? Heel fijn, want ja. Hi lieverd. Nou, we zijn lekker aan het wandelen en kijk even hoe ze eruit zien. Geniaal. Oh, Wolf, zijn bril. Oh, Wolly. Jullie zijn zo cool. Oh my god, ik was lekker aan het wandelen met Wolf, Luca, Elise en Wout onderweg naar het lunchcentje, waar we nu gaan lunchen. En ik had mijn pinpas los in mijn zak, ontdekte ik dus dat hij eruit was gevallen. Dus ik weer teruglopen, helemaal zo dezelfde route. Lag hij daar? Heb ik hem gewoon gevonden op straat. Helemaal chill. Nou, dat is wel weer een leuke meevaller van vandaag. En nu heb ik zo'n zin om heerlijk te lunchen. Ik denk dat één Wouter al zijn. Ik hoef pas laat les te geven vanavond. Oh, hey, vanavond is de persconferentie. Ik ben zo bang, jongens. Ik ben zo bang. Nou ja, als deze vlog online gaat, dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Dus niet meer relevant als jullie dit zien. Maar ja, ik ben gewoon echt bang dat Rose Cycle weer op slot gaat. En weet je, dat we gewoon allemaal weer echt... binnen moeten gaan zitten. Nou, we gaan het meemaken vanavond. Maar ik moet dus les geven om 7:30. Dan begint mijn les. De persconferentie is om 7:00. Dus het komt net even kut uit. Kan ik het dus niet echt kijken. Ik ben het al. Dat is snel. Hey jongens. Ze lijken wel van die ingepakte sneeuwpapjes. Ja. Inuiten. Inuiten, ja. Kijk, de lunch is gearriveerd. Luca is in slaap gevallen, Wolf ook. Maar Wout zit nu gevangen en moet gevoerd worden. Oh. Dit is trouwens zo lekker. Dit is een Italiaanse plaattaart. Met allemaal groenten en mozzarella. Echt niet normaal. Ik ben weer thuis. Ik heb net les gegeven. Mascara uitgeloven. Dat gebeurt de laatste tijd zoveel.
een pandabeer. En net dus voor mijn les had ik dus die persconferentie gezien. En ik ging echt zo in een soort weerwar met al die informatie, die lessen in. Maar nu begint het eindelijk een beetje zo te landen. En ja, ik voel me echt zeg maar nu een beetje verdrietig erover. Natuurlijk is het een gedeeltelijke lockdown. Maar toch, horeca is gewoon helemaal dicht. En dat gewoon voor 4 weken lang. Ja, het is gewoon echt next level deze tijd. Het is zo bizar. Het komt ook doordat ik alleen woon. Ik denk het is zo anders voor mensen die samenwonen of een gezin hebben. Het is echt andere koek dan dat je single bent en alleen woont. En tuurlijk, weet je wel, heb ik mijn vrienden. En ik weet zeker dat ik Joey natuurlijk gewoon ga zien. En ja, ik bedoel, dat heb ik ook de vorige lockdown gedaan. Toen zijn we eigenlijk soort van samen in quarantaine gegaan, Joey en ik. Met Nick erbij. Dat ik denk, oké, hallo, hoe ga ik nu ook mensen ontmoeten? Dat kan niet. Als in van living the single life. Ja, hoe dan? Het is gewoon zo frustrerend. Dus als je single bent en je voelt mij, please comment. Ja, ik wil ook niet te dramatisch doen, maar dit is gewoon even op het moment hoe ik me voel erover. En ik weet zeker dat ik morgen wakker word en het is een nieuwe dag en de zon schijnt, hopelijk. Of het regent, meer realistisch. Maar weet je, ja, dan komt het ook allemaal wel weer goed. Dus gewoon even kut, gewoon even kut nieuws. Dus ik heb troostvoer, vlees nog vis. Dat is die pita gyros, die vega. Ik was namelijk pas om 9:45 of zo klaar met lesgeven. Super laat. En dit was nog open. En ik dacht, ja, dan wordt het gewoon pita gyros. Ik dacht ook, ja, Albert Heijn laat mij dan niet meer naar binnen, denk ik. Ik wilde dat risico niet lopen. Dus ik dacht, ik bestel gewoon even. En ik ga maar weer gewoon lekker RuPaul's Drag Race kijken. Want daar word ik vrolijk van. It's a beautiful day. The sun is shining. Het is weer een nieuwe dag. Ik heb er even over kunnen slapen allemaal. Sorry als ik wat depressief overkwam gisteren. Maar het viel me gewoon even zwaar, weet je. Dat heb je wel eens. En ik heb het even allemaal kunnen relativeren. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we gewoon blijven focussen op de dingen die nog wel mogen. Weet je, ik kan nog met een paar vrienden afspreken bij je thuis. En je kan elkaar gewoon nog zien. Rowcycle gaat niet sluiten. Je kan ook gewoon nog sporten. Dus het is niet zo erg als voorheen. Daar ben ik wel heel blij om. En ja, er zijn gewoon best wel veel dingen die nog kunnen. Ik heb net een video opgenomen voor mijn Instagram. Als je die nog niet hebt gezien. Het gaat over wanneer je als vrouw een dickpic krijgt, ongevraagd. En dan wat mannen denken hoe wij reageren versus hoe wij echt reageren. Ik vond hem zelf erg leuk om te maken. Ik hoop dat dit voor sommigen, of ik hoop het eigenlijk niet dat het herkenbaar is. Want ik hoop dat je nog nooit een dickpic hebt ontvangen. Want het is echt walgelijk. Ik snap gewoon niet waarom mensen dat doen. Ik denk echt de mensen die dat sturen, ongevraagd uit het niets, dat die een soort fetish hebben om iemand een shock te geven. Maar dan denk ik, ja, hoe haal je die satisfaction eruit als je mijn reactie dan niet eens kan zien, weet je wel? Maar goed. Walgelijk. Anyway, ik ga nu naar Martijntje, want daar ga ik eten. Het is al best wel laat eigenlijk. Ik ben gearriveerd bij Huize Vogel. Ja. Huize Vogel. Wil jij de mensen thuis mijn pantoffels / slippers laten zien? Ben je daar trots op? Nou, ik vind het wel echt van die hotelpantoffels. Want kijk, ik vind ze helemaal van die yoga, ja. Natural. Hier zat laatst een dode muis in. Ja, niet dat ik een heel vies huis heb, maar daar heb ik beeld van trouwens. Als iemand dat zou willen, kan je naar een... Moet je Martijn even een DM sturen als je dat wilt zien. Ik heb een filmpje van. En ik heb er wel eens gewoon dood. Maar sorry, waarom sta ik daar zo dichtbij dan? Omdat ik dat helemaal heb gedesinfecteerd met allemaal soorten mogelijke alcohol. Oh. Wat we gaan eten. Martijn is echt waanzinnig aan het koken. Ik heb echt, ik wil dit allemaal ook kunnen. Moet je even voelen hoe ik aan mijn handen Jezus, zijn. Jezus, nou alsof je uit Siberië komt. Nou, maar ja, dat zo voelt het wel hoor. Zo helemaal handen in het gezicht. Nou, ik heb echt net getest, dus ik heb echt niks.
Ik ook. Jij hebt wel corona, toch? Nee, ik heb toevallig ook vorige week een test gedaan en negatief alles. Maar anyway... Bridget Jones gebakken zal met pijnboompitten salsa. Uit de Otto Lengi, daar hoor ik hele goede verhalen over. Ja, dat is echt geweldig. Ik had er laatst ook voor jou voor gekookt. Of ja, dat was toen niet te hakken. Nee, dat vond ik niet lekker. Nee, dat was toen wel een hele lekkere pasta. Ja. Ja. Nou ja, Vita is in principe al wel weer dronken, zoals jullie merken. Nee, ik drink vanavond niet. Ik moet morgen weer lesgeven, helaas. Nee, niet helaas. Zo bedoel ik niet, jongens. Leuk. Maar ik ga morgenavond weer aan de wijn. Dat je meteen op en dit is niet normaal. Dit is een soort sausje. Een soort pindasaus met sesam. En olijfolie. En ik heb gisteren een half uur in Albert Heijn gelopen. Want ik heb producten gezocht waar ik nog nooit in mijn leven van had gehoord. Bijvoorbeeld Mirin. Oh, dat mag natuurlijk niet met merken. Ja. Mirin. Dat mag wel hoor. Oh. Ja, ik dacht helemaal dat het een professioneel account was. GTST. En tahin, tahin of tahin, wat is dit, tahin? Tahina. Oh, dat ken jij. Sesampasta, ja, dat ken ik wel. Niet dat ik dat thuis heb. Nou ja, dat dus. Maar ik ken het wel. Nog meer. Ken jij safraan? Ja. Nou. Oh, goede oude safraan. Geweldig. Dat nou, kent dit... iedereen. Nee, safraan kent iedereen. Dat kent iedereen. Shiro-miso past. Ken je dit? Nee, maar het is allemaal van die pasta. Nee, dat ken ik allemaal niet. Maar weet je wat zo grappig is? Voor één zo'n sausje ben je dan gewoon... Nou, pak ermee 20 euro kwijt met al die ingrediënten. Maar ben je naar de toko geweest daarvoor? Nee, daar had ik geen tijd voor. Dus ik ben naar de grote blauwe supermarkt geweest. Waarvan ik de naam niet mag uitspreken. Met heel veel mag wel, doe ik ook. Albert Heijn. Hohoho! Met heel veel dure producten. Nou, daar heb ik het gewoon gehaald. Voortaan ga ik naar de toko. Want geloof me, tip van de dag. Toko is altijd goedkoper. En lekkerder. Voor dit soort dingen. Ja, dat klopt. Dat dus zeker dit is waar. Al bij voorbaat eigenlijk al minder lekker. Dit is bij voorbaat al verpest. Kijk, Martijn heeft een geweldige bakstenen muur. Dat is een echt bakstenen muur. Want heel veel hebben ook zeg maar wel gewoon een plakkaat is. En dan is dat helemaal een deceptie. Ja, dat is zo'n plakstenen. En jij hebt echte bakstenen. En sowieso, ik vind jouw huis zo gezellig altijd en zo'n goede vibe. Ik vind het leuk als mensen dat inderdaad zeggen, want dan waardeer ik mijn eigen huis des te meer. Nou, je kan er trots op zijn. Ik ben er enorm. Ik ga het even laten zien. Kijk nou wat gezellig, al die kaarsjes. Ik vind jouw bank ook heel mooi. Ja, die is wel echt alleen gezicht. En het is zo clean allemaal. Wat is die? Clean. Weet je wat we gaan doen? Maar het idee is dat er een open haard is. Ik ben dus helemaal fan van die lelijk open haard app op Netflix. Kijk, dit is dus heel leuk, want daar gaan we. Fireplace. Hirschwood Fireplace. Duurt een uur, daarna is het... Is het klaar? Niet met deze muziek, toch? Nee. Kijk, wat nu... Creative. Voel je dus het hout knisperen. Kijk. Hey Google. Oh. Wat leuk! Ook met dat geluid erbij. Ja. Dat is wel heel gezellig. Ja, het is ontzettend. Ja. Nou, het is rammend ordinair, maar het is wel heel lekker. Ik vind het niet ordinair. Oh. Nou, wat heerlijk! Dit ziet er zo chill uit. Helemaal professioneel. Ja, helemaal professioneel. Ik doe wat ik kan. Hey, hello, so it's your greatest lover. Hey, hello, you're such a sexy thing. Ik kom er best goed vandaag. Mag ook wel eens gezegd worden. Slaat helemaal nergens op. Gisteravond was super gezellig bij Martijn. Hij had echt heel lekker gekookt. En het is weer een nieuwe dag. En ik heb een hele leuke kleding haul voor jullie klaarstaan. Waaronder dit geweldige pak. Wel naked. Dus hou je vast. Ik ga een show voor jullie doen. We beginnen even met dit pak. Ik vind dit dus echt helemaal geweldig. Je ziet nu natuurlijk super veel joggingpakken voorbij komen de hele tijd. Maar dit heeft een soort hele grappige stof. Heel zacht. Maar ja, daardoor is hij natuurlijk net wat anders. Cropped sweater en dan met deze broek.
Ik heb ze alle twee in een medium genomen. Normaal zou ik denk ik S nemen, maar nu dacht ik van, nou, ik vind het wel chill als het sowieso wat meer oversized is. Ik vind het helemaal zo fashion, maar toch joggingpak. I love it. Volgende, dit super leuke blouseje. Ik dacht namelijk, wat heb ik eigenlijk nog niet echt in mijn kast? En dan zijn dat altijd van die leuke blouses die je dan aandoet met uit eten gaan. Of weet je wel, een leuke verjaardag. Of ja, daar heb ik gewoon echt te weinig van. Dus ik dacht, deze vond ik super leuk. En surprise, surprise. Een open back. Super leuk. Ik vind deze kleur ook echt geweldig. Ik vind hem heel elegant. Ik heb hem in maat 36. En dan heb ik gelijk ook deze broek. Super leuke high-waist spijkerbroek met een soort lijn aan de voorkant. Ik vind dat hij echt heel erg mooi zit. En hij heeft een beetje van die... Ja, ik weet of je het ziet. Oh ja, hier. Hij heeft een soort van afgeknipte look. Ik vond dit ook echt een hele leuke broek. Gewoon die tegenwoordig onmisbaar is in je kast. En dit vond ik ook een hele leuke combinatie. Ook de broek in maat 36. Ja, en die zit echt perfect. Deze super heerlijke kooltrui. En hij heeft niet zo'n hele hoge kooltrui. Dat vind ik heel chill. Best wel wijde mouw. Een beetje een oversized look. Maar dan toch niet heel lang. Een beetje cropped. Ook super leuk als je dat een beetje zo in zo'n spijkerbroek doet. Kijk nou hoe leuk. En wat ik ook heel erg leuk aan deze vond is dat je hier heb je een soort lijn. Dat het dan weer wat meer fashion maakt of zo. Zo lekker zacht. Ik denk dat ik deze vandaag gewoon aandoe. In een maat S heb ik deze. Even weer in de sfeer van als ze weer lekker uit eten mogen. Een heel mooi soort satijnen look blouse. Een beetje goud, crème kleurig-achtig. En ik vind die mouwen ook echt geweldig. Er geen BH onder, dus dat is misschien een beetje tricky. Misschien zou ik dan even van dat dubbelzijdige plakband aandoen. Want ik vind het nooit zo mooi als je hier dan zo'n BH-bandje ziet. Dan heb ik gelijk ook een beetje een soort suit pants. Maar ja, hij is niet zo standaard, want hij is heel high-waist. En hij heeft een soort schuine knoop, wat ik ook heel leuk vind. Hij is ietsje te groot. Misschien dat ik hem iets kleiner laat maken. Ik vond het eigenlijk wel heel chill om te hebben. Het zit heel lekker. En je bent wel gelijk zo gedressed, weet je wel. Het is gewoon weer even anders dan zo'n spijkerbroek die je dan altijd aan hebt. Beide in maat 36. Dit vond ik ook echt geweldig. Dit is namelijk een blazer dress. En je kan hem dus strak trekken om je middel, want met het ceintuur. Waardoor die gewoon helemaal goede shape krijgt. En hij heeft dus een beetje een open back. Ik ook heel leuk vond. Dit is gewoon de ideale winterjurk. Hoe leuk met een panty en dan met van die laarsjes of hakken. Helemaal sexy ook. Echt, I love it. Dan deze geweldige body. Super zacht en ik vind deze straps ook zo cute. Ze hebben deze ook in allemaal andere kleuren. Ik vond deze kleur super leuk. En ik heb hem nu gewoon in een spijkerbroek gedaan. Het heeft ook een string aan de onderkant. Dus dat vind ik ook altijd super chill. Want dan heb je niet zo'n walgelijke onderbroekrand als je een strakke broek aan hebt. Ik had trouwens van die blazerjurk die ik hiervoor aan had, maat 36. Dit is ook maat 36. Last but not least, zeker niet, dit truitje. Het lijkt een body, maar dat is het niet. Het is een beetje cropped. Ik vind dit soort mouwtjes altijd zo heerlijk. Ik weet niet, het geeft mij een soort gevoel van geborgenheid, veiligheid. Mm. En ik ben helemaal van de open backs today. Jawel, jawel. We hebben weer een open back. Mijn buurman aan de overkant, die denkt waarschijnlijk, deze chick sport niet. Maar ja, daar doen we het voor. En dan hier aan de zijkant heb je plooitjes dat het aan de voorkant dus wat lossiger zit. Vind ik ook wel leuk. En aan de achterkant is het gewoon ja zo. Dan maak je het vast met dit dingetje hier zo. En dan ben je helemaal ready to go. I love it. Nou, dit was de kledinghaul. Ik heb natuurlijk
een kortingscode voor jullie. VitaCleo20. Dus als je die code gebruikt, krijg je 20% korting. En ik zal sowieso zal ik de code even in de beschrijving zetten hieronder. En ik zal ook even de linkjes van alle kleding die ik net heb laten zien ook even in de beschrijving zetten. Zodat je, nou ja, als je die heel erg leuk vond, dat je die kan zien. Wellicht kan kopen. Ik ga me wederom weer even omkleden. En dan ga ik straks gezellig naar Co. Ik ga lekker bij Kootje eten. Ik heb die echt al super lang niet gezien. Die is volgens mij deze week de hele week in Japan geweest. Dus helemaal gezellig. Oh jongens, ik ben aangekomen. In een soort nieuwe hal. Bouwval. En wat een ravage. Nee, het is wel echt mooi. Co heeft de hele dag staan schilderen. Dat doet ze dan ook gewoon lekker zelf, alleen. Ja, dat vind ik echt knap van jou. Maar wat is dit? Een soort goud. Het heet Velvet Fudge. Velvet Fudge. En de deuren zijn ineens zwart. Ja, dat moest van de hazmat. En die... Nou, oh, nog zwart of niet? Oh, oké. Okay. Maar je bent wel echt al... Je hebt ook het plafond. Ja. Maar het moet dus twee keer bepalen. Ja, maar dat is altijd, ja, hè? Ja, zo kut. Maar ik ben nu een beetje zo, Franse slagje, een beetje zo voor de tweede keer gedaan. Franse slag. Morgen moet ik even kijken bij de daglicht en ik doe het niet helemaal precies. Een beetje zo W Hotel. Ja, ja, het is echt zo hotel chic-achtig, hè? Ja. Helemaal chic. Met dat zwart en dan die spotjes. Echt lachen, hè? Ja. En er komt nog een leuke wall art. Nou, het wordt helemaal gezellig. We hebben Thais besteld. En we hebben allebei een Tom Kakai. Ik ben benieuwd of het goed is gegaan met die gangen. Oh ja, kijk even. Co eet namelijk geen vlees, dus die had met garnalen. Maar ja, het is gewoon met Uber Eats, dus dan heb ik gewoon in de notities. In plaats van kip, garnalen alsjeblieft. Nou, je weet natuurlijk niet of ze daarna gaan luisteren. Een goede vlogspot. Hey, een mukbang! Een mukbang! Oh my god, zullen we het een keer doen? Ja, dat is wel een beetje geweest. Even kijken, we hebben viskoekjes. Sommige YouTube dingen blijven. Ik wil er nooit graag een mukbang. Ik vind het alleen zo raar praten als je het aan het eten bent. Ja, want je praat de hele tijd met je mond vol. Ja. Ja, dat kan niet. Oh jongens, wat lekker dit. En loempiaatjes hebben we. Oh, echt goed. Loempiaatjes ook vanmiddag. Oh, ik pak even een loempiaatje hoor. Ja. Kan niet wachten. Even kijken. Dit is met kip. Ah! Dus dit is sowieso, zou een... Niet okay. Moeten zijn, maar als die er niet is. En anders dan, jammer dan. Vaak zijn garnalen duurder, hè? Toch? Dan kip, daarom. Dus dan denken ze, ja, doei doei. Hadden leuk geprobeerd. Even een eurootje erop mogen gooien. Oh. Ja, maar ja, dat kan dus bijna niet. Oh. Nee. Oh. Leek net. Leek net, ja. Chicken. Helaas, ze hebben niet de garnalen gedaan. Maar dan ga je gewoon alleen de soep drinken. Ja, pik ik de kip eruit. Maar wil jij... Je pikt de kip eruit. Wil jij die kip hebben of niet? Extra kip. Nee, ik hoef geen extra kip. Oké, nou, we gaan even een filmpje kijken, denk ik. En lekker vreten.